Fashion lokt de mooiste bekende vrouwen naar Tour en Taxi in Brussel. Want wie veel bekeken wordt, kan er maar best goed uitzien. Al heeft iedereen zijn eigen stijl en voorkeur. Wij zijn niet echt op dezelfde stijl qua kledij in huis. Ja. Zij is meer, wacht, en ik zeg het, hè. Jij bent meer het type zo, de sneakers met een sportieve broek en een t-shirt. Ja, over het algemeen wel, ja. En voor mij is het altijd hakken met eender wat. Altijd wat? Hakken. Hakken, ja, hakjes. Ja, ja hè? Ja, Veronique en hakjes, dat is één huwelijk. Ik vind het altijd wel tof, hè? Zo'n modeshow, zo'n beetje dreunende muziek. Die modellen op de catwalk, die hebben ook altijd zo'n bepaalde blik in hun ogen. Spannend, hè? Ja, we moeten eens niet werken en we kunnen gewoon eens gezellig samen zijn en genieten. En ik moet werken, hè? Zoals altijd. Ja, ja, ja. Nee, nu niet. Ja, ik moet naar de kleedjes kijken en zien wat dat volgend seizoen brengt. En... Oh, wat een zware arbeid, lief. Ja. Bij de vrouwen zien we ongewone kleurcombinaties van bijvoorbeeld zalmroos met roestbruin. We zien dan ook bijvoorbeeld bij een Just In Case fantastische prints. Vond ik zelf een van de mooiste collecties. Wat er bij de mannen vooral opvalt, is dat er onwaarschijnlijk veel kleur gebruikt wordt. En dan heb ik het niet over kleine accentjes, maar volledige silhouetten in knalgroen, in kobaltblauw. En dat is toch wel fantastisch. Ik vind dat heel vernieuwend en heel tof. Tim van Steenbergen is vanavond mijn absolute favoriet. Ik zou elk jasje willen, elk rokje. Ik wil ook een hoedje van Koppens erbij. Vond ik ook onwaarschijnlijk. Van mij mogen mensen elke dag een hoed dragen. De nieuwe najaarstrends vallen duidelijk in de smaak. Het is een veelbelovende herfst en winter, vind ik. Wat ik fijn vind, als je goed gekleed bent, als je modisch gekleed bent, dan voel je je innerlijk ook al goed. En daarvoor kunnen onze presentatrices rekenen op Lien. Ik ben altijd graag met kledij bezig geweest, van kind af aan eigenlijk al. En dat is mijn droom, is dus werkelijkheid geworden. Ik mag nu met volwassen Barbie spelen. Ik vond het eigenlijk een hele geslaagde show. En we mogen toch wel fier zijn op wat dat hier in België gemaakt wordt. Dat voel ik ook, ja. Heel Vlaams en echt en om fier op te zijn. Ja.